moesten ze verzaaien, Mark. Het was vandaag niet veel, hè? Ja, het was sowieso niet goed vandaag. Dus als team hebben we niet goed gespeeld. Maar ja, als je die goal zo makkelijk weggeeft, we stonden gewoon niet goed. En dan is het sowieso een moeilijke wedstrijd als je al zo snel op een achterstand komt. En dan is het moeilijk om tegen zo'n AZ die weinig goals tegenkrijgt, om dan nog de wedstrijd om te buigen. Misschien al met het kopje te veel bij aanstaande woensdag? Nou, dat denk ik niet. De trainer zei nog voor de wedstrijd van eerst hebben we AZ nog. Want natuurlijk, competitie is en blijft belangrijk. Maar natuurlijk, de wedstrijd woensdag is misschien nog wel belangrijker. Omdat we nu waarschijnlijk toch al veilig zijn gespeeld. Maar toch, vandaag hebben we niet thuis gegeven. Ja, hoe kwam dat dan? Want het begin was echt dramatisch. Ja, zoals ik al zei, we hebben de goals volgens mij ook al twee keer uit een stilstaande situatie weggegeven. Uit een afvallende bal. Dus we stonden gewoon niet goed. En dan kom je ook niet goed in de wedstrijd. Dan kan je spelen of hoe je wilt. Maar als je zo snel of al zo makkelijk de goals weggeeft, dan wordt het hem vandaag gewoon niet. Ja, vlak voor rust scoor je nog een knappe goal. Had je toen nog wel het idee van tweede helft, kan nog wel allemaal? Ja, tuurlijk, want het verschil was toen nog maar één. Want zij konden gewoon eerst af, konden ze gewoon 4-5-0 voorkomen als Boer de ballen niet tegenhield eigenlijk. Dus ja, natuurlijk ga je dan wel met een hoop de kleedkamer in. Maar is achteraf niet echt wat uitgekomen. Ja, je scoort met hoofd vandaag. Het zag er leuk uit vanaf de zijkant. Ja, ik heb hem niet teruggezien, maar ik weet niet waar de keeper stond. Maar ja, ik raakte hem ook wel echt vol eigenlijk. Dus ik weet niet, ik moet hem eerst nog terugzien hoe of wat. Maar hij zat er wel goed in. Maar ja, ik scoor liever woensdag en dat we dan winnen dan vandaag een verlies. Ja, vandaag mag gauw vergeten en de blik op woensdag, hè? Ja, tuurlijk. Nu al heel snel spelen we de bekerwedstrijd. En het is niet zomaar een bekerwedstrijd. Het is niet zomaar een wedstrijd. Dus morgen op de club komen we bij elkaar. En dan moet de knop omgedraaid zijn en richting woensdag zijn.